aangeven dat er ook in de jaren 80 al activisten waren. Wat mensen soms vergeten ook, diepe buiging van hoe ordentelijk en zonder geweld alles is verlopen. Diepe buiging. En toch wordt het nog anders geframed. Maar bijvoorbeeld Molukkers, in 77 gingen treinen kapen. Ja. 2 jaar later hadden we in Nederland voor het eerst een minderhedennota. En die dingen hebben met elkaar te maken. Krakers die heel gewelddadig tekeer gingen tegen de Centrumpartij, waardoor de vrouw van de partijvoorzitter haar been verloor. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. Dus ik denk ook dat dat heel belangrijk is.